sprake van een verdedigingswerk geweest of een dwangburg. En de citadel, als je dat opzoekt, is een dwangburg. Dat betekent dus dat je daar in een dwangburg andere delen onder dwang kunt zetten om zich over te geven. Bijvoorbeeld door het water te beheersen of de toegang te beheersen. Het kan ook gewoon de aanleg zijn geweest voor een verdedigingsplaats voor, ja, of om bijvoorbeeld Delden te verdedigen of, ja. Dit is waarschijnlijk, althans is mijn indruk, dit is de toegang geweest tot het geheel. Dit is de lange kant en dit is de rechte korte arm. En die hoek is ook niet haaks, die hoek is ongeveer 60 graden waar je nou op kijkt. En waarom is het niet haaks? Omdat dat een overzichtelijke hoek is. Als je een haaks hoek hebt, kun je verschuilen. Kijk, als je rekent naar wat de vroege techniek is, dat als je hier kijkt eigenlijk, dat je aan de andere kant waar je die bossen ziet liggen, dat daar de tweede gracht is, dat is dan een hele schootsafstand. En die schootsafstand was vroeger niet zo gek groot. Ja, wel met kanonnen, maar met een kanon kon je niet bijkomen. Die handwapens wat ze hadden, nou ja, die draagwijdte was niet ver. In de Tweede Wereldoorlog was de draagwijdte van een goed geweer, zelfs een kilometer, hele goede schutters konden een kilometer ver iemand doorschieten. Maar die geweren die hun aan vroegen, als er al geweren waren, de afstand is ver genoeg, kun je daar rustig aan saai je tong uitsteken. En zeggen van, ik kom er toch niet door hier. Hier kom je niet met zwaar materiaal door. Dus als ze dan al kanonnen hebben gehad, en de hartmolens en Frederik Hendrik, hier kom je in ieder geval niet door. Aan de andere kant ligt de beek, kom je ook niet overheen. Nou, als je zo'n beek kom je nog eerder overheen dan door zo'n gebied als dit. Dat lukt je gewoon niet. Alles zakt weg. Aan de begroeiing kun je wel zien dat het hier ongelooflijk nat is. Kijk, dit spul. Het groeit alleen maar op natte grond. Dat is natte, arme grond. Mijn opa noemde dat pikkeruske. Als je dat spul eraf haalt, dit, en je droogt het, dan is het zo sterk, dan knoopten ze vroeger de bonen en de dingen mee op. De klimplant, die als steuntje. Met raffia. Dit is een. Hier zitten we in de bovenpunt van die vijfhoek. En hier zie je een vijver. En ja, als dit inderdaad een militair fort geweest is, dan wat er dan wel waren veel paarden. En hij de paarden binnen het fort hebt, moeten ze drinken. Dus dit is. Mijns inziens de drinkvoorraad vijver geweest is. En die bestaat dus zuiver uit grondwater. En grondwater is prima te drinken. Het is niet vervuild, dan kun je prima drinken hier. Ik bedoel, wij zijn inmiddels zo ver geciviliseerd dat we misschien last van kregen. Hier sta je exact op de bovenpunt van de vijfhoek. Links heb je van je de dit zal ongeveer een hoek zijn van 120 graden ongeveer. Op lagere school vertelden ze over ridders en kastelen en dan dacht ik, verrek, we hebben hier ook zo'n kasteel, zouden hier ook ridders geweest zijn. En dan ga je zoeken en kijk je waar je wat vinden kunt. En ja, god, zo begint dat eigenlijk. Het wekt je interesse.
En daar blijf je dan mee bezig. Ja, ik heb dat altijd gehad. Als je ergens bent, daar heb je het gevoel, hier is iets geweest. Later fietste ik aan de andere kant langs. Als je naar Hengelo fietste, toen ik naar de middelbare school ging. En dan zie je dus aan de beplanting dat dat niet natuurlijk is. Dat daar wat geweest is. En voor mij is het altijd zo dat het gebied zegt van kom nou eens en kijk nou eens wat er geweest is. Dus dat ga je dan automatisch doen. Later kreeg ik van, die heb ik nog wel, van een oom van mij, die ook weer via, van toen waren er nog, kaarten van de Defensie kwam je niet aan. Maar daar heb ik een kaart van gekregen, van een stafkaart van de Defensie. En daar staat hij duidelijk op. Toen was het helemaal... kijk, hier heb je reënsporen, dus je ziet dat hier reën zit, zie je? Dat is een spoor van een reën. Een reënpoten, ja. En ja, alleen aan de structuur van het veld, als je daarin bent, dan zegt het veld van, hier is iets geweest. Alleen al als je nagaat dat... als je zulke grachten wil graven die je hier ziet, waar je daar links van je ziet, dan daar kun je nagaan dat er, er is zoveel energie voor nodig om het te doen. Ja, dat het dan toch wel, om mensen te bewegen om dit te doen, moet je of heel veel macht hebben of je moet gemeenschappelijk belang aan kunnen tonen. Nou, een stadstichter is gemeenschappelijk belang. En ja, macht wordt door een leger aangevoerd. Tijdens het beleg van Groenlo kwam Frederik Hendrik en die, ja, die kwamen niet met 4-5 man, maar die kwamen met tientallen duizenden mannen in één keer. Dus als je zoveel volk hebt, is dit in tijd van een paar dagen is dit aan te leggen, zo'n fort. Dus hij ziet wat voor een verdedigingsring ze om Groenlo heen hebben gebouwd, hoe groot dat is. Met alle forten die erin zitten. En dan praat je allemaal over aardewerk, dus forten van plaggen en grond en alles. Ja, gigantisch. En ja, dus ze kwamen daar ook met, ik dacht met 10.000 of 15.000 man. Daar moest dan ook allemaal wel eten voor zijn. Dat werd allemaal uit de omgeving gehaald. Hier nader je de linker bovenhoek van de vijfhoek. Dus je hebt basis, twee zijkanten en de bovenpunt. Nou, dit is de linker bovenhoek vanaf de basis gezien. En je ziet dus als je over de linker bovenhoek heen kijkt, dat de omgeving helemaal ook moerassig is. En in die omgeving vind je ook allerlei verdedigingswerk. Als je over het spoor gaat, gaan deze sporen helemaal verder. Dan vind je ook verdedigingswerken aan de overkant. En die volgens mij allemaal in verband staan met deze vijfhoek in de verdedigingslinie. Het is dus een verdediging tussen west en oost en noord en zuid. Eigenlijk is het een soort knooppunt. Dus hier is ook, dit zijn waarschijnlijk oorlogshandelingen of ja, dat de stad van hier verplaatst is, zou kunnen. Ik heb wel de indruk dat Delden is verplaatst, niemand weet waar het hier verplaatst is, maar voor mij heeft het in deze omgeving gelegen. En of dit een dwangburg geweest is om het oude Delden te dwingen, ja, dat komt dan niet met elkaar in overeenstemming van wij kennen deze dwangburg uit de tijd van Maurits en toen was Delden nog lang verplaatst. Maar onze kennis strekt niet zo ver of het voor de tijd ook al zo geweest is. En daarom zou Delden hier rustig gelegen kunnen nemen, want het heeft dezelfde basis als Groenlo. Als je de plattegrond van Groenlo bekijkt, dat is ook een vijfhoek. En die is eigenlijk net zo als dit. En de gravures die er zijn van het beleg van Groenlo zijn allemaal gemaakt ver nadat het belegerd is. Maar er is een oude kaart teruggevonden in Engeland en dat is Groenlo gewoon een vijfhoek, net als dit. Dezelfde vijfhoek en de grootte zal ook ongeveer zo groot zijn. Dus.
En daarom zou Delden hier rustig gelegen kunnen nemen, want het heeft dezelfde basis als Groenlo. De structuur van het land geeft eraan dat het wel kan. En daar ligt ook een grote ronde plaats. En de oppervlakte van die plaats is ook ongeveer zoals Delden, is ook helemaal vlak gemaakt. Maar daar zou dus onderzoek moeten gebeuren of er nog wat in de bodem zit. En ze zijn altijd sporen terug te vinden. Het is nog niet eens zo lang van Twickel. Het is vroeger gewoon allemaal van toch wel de besturende klasse van Delden geweest. Dus waarschijnlijk komt het als erfenis uit de reformatietijd, toen eigenlijk alles geconfiskeerd is door de staat. Of een heleboel dingen geconfiskeerd. Kloostergoeden en alles is geconfiskeerd. Dat is later allemaal verkocht. En degene die dichtst bij het vuur zat, die heeft het best gewarmd, hè. Ja, ik ben hier geweest met een archeoloog. En dat was Art Verlinde, dat was de toenmalige provinciaal archeoloog. Maar Art is reeds met pensioen. En toen Art en ik er zijn geweest, zijn we er niet op geweest hier. Maar tot daar, verder kon je niet komen in die tijd. En Art heeft het bekeken, maar Art is eigenlijk iemand die zich toch meer voor vroegere tijden interesseert. Dus die is daar niet, is daar niet verder mee gegaan. Hij heeft het wel vermeld, maar het is niet zo dat er ooit verder onderzoek naar gedaan is. Ook niet door de archeologische dienst. Art moest het allemaal alleen doen, daar was helemaal geen tijd voor. En maar nou, het moet dus eigenlijk allemaal onder leiding van een gekwalificeerd instituut. Raad is zo'n instituut. En die jongens hebben er ook heel veel verstand van, dat niet. Het is alleen jammer dat nu de overheid heeft, godzijdank, gezegd van als het historisch terrein is, moeten ze onderzoek aan te pas komen. Maar als het onderzoek dan klaar is, ja, dan is het eigenlijk, wordt het eigenlijk ergens in de la gestopt. Want het is moeilijk toegankelijk. Het duurt jaren voordat het eindelijk in de ergens in de koninklijke bibliotheek terechtkomt, zodat je erbij kunt. En daar zit zoveel dat je spoor dan al bezig bent. Dus daar zal eigenlijk wel wat aan gebeuren moeten, als zoiets. Als je Huizinga is, zegt van je kunt een historische sensatie krijgen. Dus een historische sensatie houdt in dat je dan, als je ergens op een plek staat en er is wat geweest, dat je dan gevoelsmatig kunt zeggen van nou kijk, zo is het geweest. Dit heeft hier geweest. Maar daar ben ik wel met Huizinga eens, maar dan moet je wel ook verstand van zaken hebben. Je moet ook weten waar je over praat. Dus ik kan wel een historische sensatie hebben, maar als ik in jouw geboorteland kom, in Griekenland, daar is het waarschijnlijk anders geweest. En als ik er niks van weet, dan kan ik wel minder op Parthenon gaan staan, maar dan zegt me dat niks. Maar zo gauw als ik weet dat Parthenon waar het voor gebruikt is, dan kan ik, achter staan, kan ik wel eens een historische sensatie krijgen van zo is het geweest. En Huizinga had dat vaak, zei hij, maar hij was ook wel erg, hij had ook goed verstand. En ik acht hem nog hoog, van hij is een van de enigen die toen de vervalsing van de Eemhoutgangers kwam, zei van ja, maar dit klopt niet, dit is geen schilderij van Vermeer. En de rest die trapte er allemaal in. Dus ja. En hier staan we op de onderhoek en je ziet daar de linkerbovenhoek, zie je daar is de verhoging. En daar loopt de land weer door. Geschiedenis is dat wat de mensen achtergelaten hebben, de energie die ze achtergelaten hebben. Dat is voor mij geschiedenis.
En dit is de energie wat hier ligt. Dan kan je wel zeggen het is verloren energie, maar het is niet verloren, want het is er nog. Dus het is, ze hebben hun sporen achtergelaten. Zonder te vertellen wat het betekent. Op het moment leggen we alles vast. En van vroeger moet je zoeken, wat hebben we ermee bedoeld? Niemand weet het meer en dat is ook niet zo verwonderlijk. Maar ja, wat ook een teken van de tijd is, is dat dat is ook ter ziele gegaan, omdat er eigenlijk alleen de ouden bleven over. Ik denk dat de jeugd geen tijd meer heeft. Dat de jeugd eigenlijk, die zijn veel te druk. Ik heb daar mijn eigen zoon gezien. Ze zijn zo druk met de voorbereiding van hun toekomst, dat ze eigenlijk haast geen tijd meer voor andere dingen hebben. Toekomst zonder verleden is er niet. Dus ja, als je het verleden laat lopen, van je fouten moet je leren. En, dus als je het verleden laat lopen, dan is er, dan is er ook geen toekomst. Tenminste, zo denk ik erover. Ja, dat wil dus niet zeggen dat je goed alles moet bewaren hoor. Maar, en dat vind ik van dit gebied ook niet. Laten we vooropstellen dat ik zeker zeg van, zoals heel veel mensen zijn, dat je alles moet bewaren. Je moet het niet bewaren, daar gaat het niet om. Als je het maar vastlegt. Als je het maar vastlegt, en wat is er geweest, wat heeft dit voor ons betekend? Niemand weet wat dit geweest is. En je wilt me niet vertellen dat er een groep geweest is die hier zoveel energie in gestoken heeft om dit te maken, dat het niet wat geweest is voor ons. Dit heeft iets, dit heeft de toekomst van een van mijn voorvaderen veranderd. Die steen die ze erin gelegd hebben, wat voor ons bewoners hier, de toekomst veranderd heeft. En ik weet niet wat het veranderd heeft, maar dat zou je uit kunnen zoeken. En zeggen, daarom zijn we die kant uit gegaan. Kijk, daar gaat de toekomst heen. Van hut naar hier. We gaan allemaal maar heen en weer.